Dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij vandaag een nieuwe video. En vandaag heb ik een bijzonder iets. Ik heb denk ik nog nooit zoveel DM's gehad als over... Dit op de lijn is gekomen. Nick op Heij doet mee aan Steenrijk Straatarm. Dat programma bestaat uit dan een steenrijk gezin of mensen. En die gaan dan ruilen met arme mensen, of mensen die minder te besteden hebben. En dan kijken hoe dat leven is. Sowieso vind ik het al best een raar programma. Aangezien je dus mensen die niet zoveel te besteden hebben ineens heel veel geld geeft. Om dan daarna weer terug te gaan naar hun leven waar ze heel weinig geld hebben. Wat natuurlijk heel kut is. En voor rijke mensen is dan gaan ze een week lang arm leven om te kijken. Oh, wat verschrikkelijk. En daarna gaan ze gewoon weer heel rijk zijn. Goed, wil je de hele aflevering kijken? Dat kan. Ik heb een link in de beschrijving staan. Deze beelden zijn niet van mij. Nee, want ik heb het programma helemaal niet gemaakt. Maar ik ga er wel op reageren. En ik wilde eigenlijk sowieso alweer een video maken over Nick. Dat komt omdat hij is een beetje uit de bocht gevlogen. Eerst was het namelijk een crypto coach. En ik kon er wel om lachen. Want ik vond je gewoon heel dom als je hem als crypto coach wilde. Want ik denk oprecht dat hij niet weet hoeveel letters in het alfabet zitten. Maar buiten dat, hij is nu oprecht een scammer geworden. Als in echt een scammer. En ook gewoon echt strafbaar. Maar hier komen we allemaal straks op terug. Eerst gaan we even kijken naar Steenrijkstraat. Wat staat er eigenlijk onder? Ondernemende duizendpoot Nick is eigenaar van ProYals en dag en nacht bezig met crypto. Hij organiseert livestreams en uitleg en updates over de markt. Zijn doel is om de beste crypto trader van Nederland te worden. Bro, verkoop letterlijk tips van iemand anders. Maar goed, oké. Daarnaast is hij samen met zijn zus eigenaar van Golgember. Het merkproduct is 100% natuurlijk en pure gembersap. Ook is Nick DJ. En draait hij in de zomer regelmatig 5 shows per weekend. Nick is bekend geworden bij het grote publiek. MTV X on Beach. Als het even kan trekken Zoe en Nick. Zoe? Oh. Trekken Zoe en Nick zich terug in Zoe's Griekse familiehuis om te relaxen. Oké, dus niet zijn huis. Maar waarom gaat het dan over hem? Want het is het huis van de ouders van Zoe. Oké, dus hij heeft een rijke schoonfamilie, Nick. En daarom doet hij mee aan Steenrijk Straatarm. Ik heb trouwens, ik had een fotootje geplaatst op Instagram, een story, dat hij hier aan meedeed. En toen heb ik 5 berichten gekregen van mensen die gevraagd werden voor dit programma met deze vraag. Nou, die hebben natuurlijk allemaal nee op gezegd, want ja, die denken allemaal van waarom zou ik meedoen, want ik ben helemaal niet steenrijk. Maar Nick daarentegen ziet het natuurlijk weer als grote kans om wel mee te kunnen doen. Dus ik ben... benieuwd. Voordat we doorgaan, mensen, eerst even naar wat belangrijk veiligheidsnieuws. Ik zet even mijn zonnebril op. Voordat ik begin, zou je ooit auto rijden zonder je gordel om? Nee, natuurlijk niet. Want je wil veilig zijn. Waarom wil je wel veilig zijn in het verkeer? En nu op het internet. Je wil niet gehackt worden. En echt, ik zie hem weer van die mensen. En wij hebben ook een keer gehad met Banksy dat we toen gehackt werden. Omdat we gewoon, ja, dat was eigenlijk wel Rob schuld. Ja, dat was Rob schuld. Ja, want Rob die had op een link geklikt. En daardoor was hij dus... Maar goed. Wil je daar nou tegen beschermd zijn? Dat kan. Better safe than sorry. CyberGhost VPN is een VPN en die zorgt ervoor dat jij helemaal veilig kan surfen op het internet. Ze zijn de wereldleiders in veiligheid op het internet. Zowel qua veiligheid als privacy. Ik denk nu waarschijnlijk, dit heb ik al gehoord, ik ga doorspoelen. Nee, niet doorspoelen, mensen. Je moet even luisteren naar wat ik jullie te zeggen, want dit is belangrijk. Je hebt een VPN nodig om veilig te kunnen surfen op het internet. Een VPN staat trouwens voor Virtual Private Network. Nou, dat klinkt al zo veilig als wat. En het mooie is dat CyberGhost VPN heeft servers in 100 verschillende landen. High-speed servers. Dus waar je ook zegt, ik wil nu op dit moment even in Bolivia zijn, dus dat iedereen denkt dat ik in Bolivia ben, dan kan dat. En dan heb je ook nog eens snel internet. Ook kun je alle geoblock content kijken op meer dan 40 streamingsdiensten. En is het beschikbaar op iPhone, Samsung, Mac, Windows, Linux. Echt de zin in maken. En dat op 7 apparaten op 1 abonnement. Dus je kan heel je familie, tenzij je een hele grote familie hebt, dan niet. Maar zelf heb je gewoon een normale familie. Dan kan je heel je familie op 1 abonnement laten meegenieten. En het allermooiste, via de link in mijn beschrijving krijg je 83% korting. Dat betekent op een 2-jarig abonnement dat je maar 2,03 euro per maand hoeft te betalen. Dat is letterlijk minder dan een zakje pijnboek. En dan krijg je ook nog eens van mij, omdat ik je zo aardig vind, 4 maanden gratis. Yes, 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 yes. Ben je niet tevreden, krijg je binnen 45 dagen je geld terug. En er is 24/7 klantenservice. Dat is top. Dit wil je niet missen, dus check de link in de beschrijving of de gepinde comment. En koop het nu. Geheim voor jullie. Ik ga het jullie nu vertellen. Ik ben hier voor een business evenement. En jullie kunnen net zoals mij, mijn members, familieleden en noem maar op, elke dag 1% rendement op jullie hele investering krijgen. Je hoeft er niks voor te doen. Het is volledig geautomatiseerd. En je hebt er geen kennis voor nodig. Het is USDT steken. Dus je steekt je geld. Je kan elke dag je winsten eruit halen. En je kan alles makkelijk in een app bijhouden. Rond 5 uur krijg jij je steken rewards in je account. Je claimt ze door middel op 1 knopje te duwen. En dan zouden jullie denken, ja maar Nick, waarom doet niet iedereen dit dan? Ja, omdat het een scam is. Bro is gewoon hier een scam aan het promoten. Gewoon met trots. De stakingpool gaat binnenkort sluiten. Oh, gaat binnenkort sluiten. Oh ja, gaat ook binnenkort sluiten. Oh. Oh ja, ook nog even zo van drukker afgezet bij mensen. Je bent echt een walgelijke vent. Je bent echt een walgelijke vent. Ik word echt kwaad. In het pittoreske stadje Syria, op het Griekse schiereiland Peloponnesos, wonen Nick en zijn Griekse vriendin Zoe. Ik merk nu ik begin met kijken dat ik eigenlijk helemaal niet kan starten met kijken voordat ik hem maar heb uitgelegd wat voor zieke scam hij op dit moment aan het uithalen is. Mensen, bereid je voor een lesje. Hoe verneuk ik mezelf en heel veel mensen om me heen gaan die allemaal aangifte tegen me doen en heb ik straks heel veel problemen. Les 1. Nick heeft een nieuwe website gemaakt. Hij is nu 1-op-1 crypto coach. Hij heeft een enorm stadion. Want ja, hij staat op een soort van podium. Alsof hij dan staat tussen al die mensen.
Oké. 5 sterren heeft hij. Ik heb, dus 5 sterren staat hier. Hieronder staat ook 5 sterren. Hier 5 sterren. Nou, overal staat eigenlijk 5 sterren. Dan kijk ik zeg maar naar de reviews en dan heeft hij 3.2 ster. Met 1 review. En die ene review is een 1. Dus daar klopt natuurlijk wel weer geen reet van. Daarnaast staat hier, start vandaag gratis met USDT steken. 100% veilig. Oké, hij zegt dus dat iets 100% veilig is en dit, ja... Ik kan hier echt met mijn kop niet bij. Inderdaad, even voor de duidelijkheid. Hij begon ooit bij X on the Beach. Nou, dat was prima. Toen ging hij TikToks maken over geld verdienen. Toen werd hij crypto coach. Er zijn echt mensen die hun geld toevertrouwen aan deze gozer. Nou, dat moet je echt zelf weten. Dat is ook niet illegaal. Dat mag, denk ik, tot een bepaalde hoogte. Je mag geen financieel advies geven wat hij wel doet. Dus dat is een soort van sketchy. Maar daar kan ik zeg maar niet over zeggen van, dit is echt een scam. Maar, Nick is sinds kort begonnen met weer iets helemaal nieuws. Namelijk USDT steken. Dit kost normaal 400 euro en nu 0 euro. En 0 euro is niet duur voor iets waar je al je geld gaat verliezen. Toch? Dat valt best wel mee. Er zijn ook nog maar 2 beschikbaar. Oké. Dus als ik hem toevoeg aan winkelwaarde, dan is er nog 1. Nee, dat niet. Maar dan nu zijn er nog 0. Nee, ook niet. Oké. Volgens mij mag dit sowieso niet. Dat je zegt dat er maar 2 beschikbaar zijn, maar eigenlijk zijn er gewoon 1 miljoen beschikbaar. Want dit is niks. Oké. Dit is een platform waar jij je euro kan vastzetten en elke dag consistent 1% rendement krijgt. Tijdelijk gratis, geen kennis vereist. Elke dag om 5 uur krijg jij rendement op je investering. 100% veilig. Ja, het is echt ongelooflijk. Dit is gewoon letterlijk een scan die je aanbiedt en je zegt dat het 100% veilig is. Het is echt... niet te geloven. Je hebt er geen minuut werk aan. Je komt samen met mij en andere Nederlanders in een groep. Dat is wel leuk, heel leuk. Je hebt 24/7 support voor al je vragen. Alles is makkelijk en overzichtelijk en een app bij te houden. Vanaf 100 euro mogelijk. Bekijk via deze uitleg hoe je er binnen 5 stappen, tussen haakjes, 5 minuten doet. En zeggen ze iets dat je elke dag 1% rendement krijgt. Nou, dat is rendement op rendement. Dus stel je zou 100 euro inleggen. Ja, dat is echt bizar wat je daaruit zou kunnen verdienen. Als je deze pagina ziet, moeten natuurlijk overal al rode bellen gaan. Dit gaat helemaal fout, gaat fout. Dat ik hier een video over moet maken, vind ik echt ongelooflijk. Mensen, ben jij hier nou ingetrapt? Ten eerste, sla even eerst met je hoofd in een baksteen. En daarna moet je even gaan doen wat ik zeg. Hoe later je erin komt, hoe minder dagelijks rendement. Dus zorg dat je dit vandaag meteen doet om maximaal te profiteren. Hier vertel ik in 5 stappen hoe je het in de 5 minuten geregeld hebt. Nou, je moet een account aanmaken, blablabla. Dan moet je naar de Alex Union. Dat is deze website. En als je linksonder kijkt, dan zie je daar al staan. Login, /invitation code, en dan ULV. Blablabla. Dat betekent dus, als je op deze link klikt, dan kom je dus op de affiliate link van Nick. Dus dit is eigenlijk de link van Nick. En dan kan dat bedrijf zien van, oké, je hebt zoveel klanten binnengebracht die via jouw link zijn gekomen. Daarnaast moet je ook nog deze invitation code doen. Dat is waarschijnlijk of voor als je niet via deze link gaat, want ik neem aan dat dat ongeveer hetzelfde is. Of het zorgen ervoor dat hij dubbel verdient, een van die redenen. Maar als je deze code gebruikt, krijgt Nick dus een deel van jouw geld. Dat is zeg maar de manier hoe Nick hier aan geld verdient. Namelijk doordat hij mensen naar het platform haalt die geld storten. Goed, dan moet je dus allemaal accounts, moet je geld storten. Vaak kan eerstorting maar van 500 euro. Hierna kan je de rest, één woord, nog een keer storten. Moet je nog een Bybit account aanmaken via deze link. Oh, dat is toevallig ook een partnerlink. Dus daar krijg je ook nog geld van. Nou, dan moet je dus allemaal transferen. En uiteindelijk moet je dus versturen naar Alex Protocol. Dus je geld gaat naar Alex Protocol. En dan krijg je dus elke dag geld van Alex Protocol. En dan krijg je dus elke dag uitbetaald in de token van bedrijf Alex. En je kunt ze omswappen naar USDT. En dan ben je dus zeker van dat je je geld hebt. Dus voor de duidelijkheid mensen. Je hebt 1000 euro. Daar koop je dus die Alex coin van. En die Alex coin heeft een waarde. Dus die kan omhoog gaan. Maar die kan ook zeker naar beneden gaan. En dan krijg je elke dag dus 1% soort rente op die Alex coin. Ik ga je nu uitleggen hoe dit werkt. En waarom het een scam is. En waarom het illegaal is in Nederland. En waarom Nick dit doet. Dat snap ik niet. Misschien is het in België niet illegaal. Dat weet ik natuurlijk niet. Piramidefraude. Bij piramidefraude belooft de initiatiefnemer van de piramide de beleggers investeringen met een hoog rendement. Ver boven de markt. Oké, dus 1% per dag bij wat Nick zegt. En even kijken. Rente, bank, ING. Is het 1,25% per jaar. Dus je krijgt hier veel rente in 1 dag als in 1 jaar bij de ING. Dat is raar. Het zieke is dus dat bij dit soort bedrijven zit er vaak niemand achter. Het is vaak een soort heel vaag constructie van bedrijven dingen. Dus als je geld kwijt raakt, wat zeker gaat gebeuren. Want het is een scam. Dan ben je eigenlijk kansloos. Omdat je nooit zeg maar iemand die geld terug kan halen. Maar dat kan nu wel. Je kan gewoon een Nick op hij. Want hij zegt dat het 100% veilig is. En hij raadt je een piramideschema aan. Ik ga nu heel makkelijk proberen uit te leggen wat een piramideschema is. En waarom het dus echt totaal illegaal is. En waarom het zeker helemaal kapot gaat. Wat Nick doet, die wil zoveel mogelijk mensen via zijn link geld laten inleggen in deze coin. En dan krijg je inderdaad 1% rente. Maar hoe werkt dat nou? Want 1% rente, ja, waarom zou je rente krijgen? Er is geen enkele reden waarom je zoveel rente krijgt. Nou, je krijgt rente doordat andere mensen geld inleggen. Dus, bijvoorbeeld, Nick legt 10.000 euro in. Krijgt dus 1% rente per dag. Nou, stel hij elke dag eraf. Krijgt hij 100 euro. En als ik me aanmeld voor bijvoorbeeld 1000 euro, dan wordt die 1000 euro wordt gebruikt om die rente van Nick te kunnen betalen. Ik leg dus 1000 euro in. Daarin krijgt Nick waarschijnlijk daar 10% van. Aangezien via zijn link komt. Het bedrijf krijgt 10%, want het bedrijf is één groot scam. Dan blijft er 800 euro over. Nou ja, daar kan je dus in principe 8 dagen Nick van betalen. Maar het idee
idee is dus niet dat alleen ik meedoe, maar dat er 100 mensen meedoen die allemaal 1000 euro inleggen. Dan kan dus heel lang niks betaald worden van al dat geld wat wordt ingelegd. Dus ik kan weer geld verdienen door mensen te zeggen van, hey mensen, word even lid via mijn link. Ik heb 1000 euro ingelegd, dus ik krijg 10 euro per dag. Nou ja, als onder mij weer 10 mensen zich aanmelden, kan het daarvan betaald worden. Het grote probleem is waarom dit altijd fout gaat, en het gaat altijd fout. Op een gegeven moment zijn er geen nieuwe mensen meer die geld inleggen. Dus er komt geen nieuw geld meer, waardoor niemand meer zijn rente krijgt. Want dat geld is er niet. Het geld is gewoon op. Het geld is klaar. Nou, wat er dan gebeurt is dat de grote eigenaren, die hebben heel van die Alix coins, die verkopen het allemaal, zodat die coin helemaal niks meer waard is. En heb jij je geld nog zitten in die Alix coin, wat eerst 1000 euro waard was, en dat is nu 0 euro waard. Want niemand wil het meer kopen. Dus ja, het werkt voor de eerste persoon. En dat was Nick. Want Nick, die heeft een groot bereik. En die kan alle mensen die dat geloven erin laten trappen. Maar iedereen die via Nick hier aan meedoet, gaat al zijn geld verliezen. Ik heb hier ook een website gevonden. Dit gaat over dat Alix. Dat is dat Alix Union Review. Het bestaat sinds 30 oktober 2023. Dus dat is minder dan een half jaar. En dit is een CEO, een grote scammer die heel veel geld gaat verdienen. En dan je nooit wat van hoort. Want die zit dan ergens in Dubai of China, weet ik veel wat. Dus ook maar de vraag of dit echt de persoon is die hierachter zit. Misschien nakken ze wel een foto van iemand anders. Dit is zo fucking shady. Dus normaal gesproken ook niemand die dit promoot zo open bloot. Maar het kan best dat Nick oprecht geen idee heeft wat die mensen aan het scammen is. Maar dat weet je nu wel. En wat je doet is hartstikke strafbaar. Dus je kan er nu nog mee nokken eventueel. En hopen dat iedereen zijn geld terugkrijgt. Dit is ook zo ziek, jongen. Er wordt dus beloofd dat je zeker 0,3% rendement krijgt. Dus elke dag 0,3% geld op je inleg. Wat echt al bizar veel is. Maar als je dus 100 dagen je geld vastzet, dan krijg je 1,3% per dag. Maar de kans dat dit binnen 100 dagen al compleet in elkaar gestort is, is oprecht 99%. Je zet het 100 dagen vast en dan na 50 dagen heb je dus rente op rente. Nou, wat is dat? Misschien wel 100% rendement. Je hebt meer dan 50%. En na 50 dagen heb je een stuk meer geld, want elke dag 1,3% rente, 1,3%. En dan klapt het ineen en heb je 0 euro. 0 euro. Oh, je kan hier zien. Stel, Nick heeft 10.000 euro geïnvesteerd. Dan moet hij dus 2 P4 mensen, dus die minimaal 4.000 euro investeren. En 2 miljoen in investment binnenkrijgen. Dan is je zeg maar dit level, V5. En dan krijg je denk ik bonussen. Ik vind het een beetje vaag opgeschreven. Ik snap niet precies hoe dit werkt, maar volgens mij is dit het. En hier zie je dus precies wat ik net zei. Dat groene poppetje is Nick. Die legt 10.000 in. Dan die 3 mensen betalen eigenlijk voor zijn rendement. En zij ook een klein beetje. En zij ook een klein beetje. En zo betaalt iedereen voor elkaars rendement. Maar stel, hierna komt niemand meer. Op een gegeven moment is dit geld op. Want er wordt nergens geld verdiend, want het is niks. Een bank kan jou rente geven. Een bank zegt, jij krijgt 1,50% rente, omdat zij nemen je geld. Dus stel, ik geef 10.000 euro aan de ING. Dan leent ING dat geld uit aan een bedrijf. En dat bedrijf betaalt 5% rente aan de ING. En ING zegt, oké, goed, we hebben jouw geld uitgeleend. Dan krijg jij 1,25%. Dat doen zij niet. Dit is niks. Dit is lucht. Gebakken lucht. En Nick krijgt dus geld van al deze 3 mensen. En deze persoon krijgt geld van die 3. Maar Nick krijgt ook een beetje geld van die 3. Dus hoe meer mensen via zijn link lid worden, hoe meer geld hij verdient. Wat hij er natuurlijk wel uit kan halen. Want Nick zou je vast geld aan verdienen. Dat weet ik zeker. Die verdient er wel geld aan. En alle mensen die eronder zitten, 0 euro. 0,0. Je krijgt ook nog allemaal bonussen als je genoeg mensen binnenhaalt. Ja, dit is echt... Dit is te ziek, jongen. Je staat ook op deze website. Alix Union is a pretty standard Boris CEO MLM crypto Ponzi scheme. It launched a few months after SAF collapsed and follows the exact same playbook. Dit is dus een bedrijf dat precies hetzelfde deed. Daar hebben dus mensen allemaal hun geld erin gestopt. En dan zeggen ze dat het komt dat ze in China niks meer mogen doen. En daardoor kunnen ze hun geld er niet meer uithalen. En ze geld is voor altijd vast. Krijgen ze het nooit meer terug. Ben je al je geld kwijt. En 29 dagen na dit, werd dit opgestart. Is het ook, I wouldn't be surprised if the same Chinese organized crime elements were behind both scams. Dat dezelfde bedrijf eerst gewoon hier geld heeft genakt en nu hier. En mensen zoals Nick helpen daar gewoon lekker aan mee. Ook is het niet toegestaan voor mensen uit Amerika om lid te worden. Dat komt omdat Amerika super streng is. En ze hebben geen zin in dat gezeik. Dus ze zeggen gewoon, oh, Amerika kan niet meedoen. Dat is zo'n goed product. Waarom zou dat toch zijn? De meeste klanten hiervan komen uit Italië, Chili, Canada, Zuid-Afrika en Kazachstan. En ze zijn in geen enkel land zijn ze geregistreerd. Dus in elk land zijn ze illegaal. Dit mag niet, dit kan niet. En het is echt ongelooflijk. En ik snap gewoon oprecht niet hoe iemand met best wel wat volgers dit kan doen. En dat er niemand is die er wat over zegt. En dat bro een tv-programma mag meedoen. Dat hij letterlijk mensen aan het scammen is. Alleen maar om zijn eigen zakken te vullen. Alleen maar om zijn eigen zakken te vullen doet hij dit. En ik weet zeker dat hij gaat zeggen van, ja, maar de mensen die meedoen, die krijg je allemaal 1% rendement. Okay. Ja, voor zolang het duurt. Want het gaat collapsen. Want het is een scam. En dit gaat altijd fout. Ik zit hier nu op de website van het AFM. Dat is de Autoriteit Financiële Markten. Ja, ik weet zeker dat Nick er nog nooit van gehoord heeft. Maar goed. Bij piramidefraude worden schijnbaar succesvolle beleggingen aangeboden met een goed rendement. Het geld dat beleggers inleggen wordt echt niet geïnvesteerd, maar verdwijnt in de zak van de oplichter. Oplichter is hier onder andere Nick. Het kan een tijd duren voor de fraudeur door de mand valt. Als er genoeg nieuwe investeerders blijven deelnemen, wordt hun bijdrage gebruikt om de uitkeringen te betalen. Dus hoe meer mensen er zijn, dan kan iedereen zijn rendement betaald worden. Maar op het moment dat er te weinig nieuwe beleggers
beleggers bijkomen. Als te veel beleggers hun ingezette geld terugvragen, wordt de fraude zichtbaar. Dus stel, op een gegeven moment is er iemand die heeft aan het begin heel veel geld ingelegd, want die wist dat het een scam was, en zegt, nou, ik haal mijn miljoenen nu uit. Dan kan zijn geld dus niet meer gebruikt worden om andere rendementen te betalen. Wat ervoor zorgt dat er paniek ontstaat, dat een paar mensen het verkopen en dan is het klaar over en uit. En ik ben echt benieuwd hoe lang deze scam het vol gaat houden. Bij piramidefraude wordt de mogelijkheid geboden om snel heel veel geld te verdienen. Aan de investeringen wordt een hoger rendement gekoppeld. De bestaande deelnemers moeten vervolgens zelf nieuwe investeerders binnenhalen. Er is echter geen sprake van een echte belegging. De rendementen worden betaald uit de inleg van nieuwe investeerders. Als er te weinig nieuwe deelnemers zijn, stort de piramideconstructie in en zijn de meeste deelnemers hun geld kwijt. Hoe herken je dit soort fraude? Oké, we gaan even een checklist doen. Hoog rendement tegen weinig risico. 1% rendement per dag en het is 100% veilig, aldus Nick. Check. De aangeboden belegging staat niet onder toezicht. Fraudes worden vaak opgezet in beleggingsvorm die niet onder toezicht valt. Komt weer altijd vooraf voor een aanbieder onder toezicht staat van AFM. Twijfel je? Neem even contact op. Staan ze niet. Dus... check. Stabiele uitkeringen. Beleggingen variëren meestal in rendement. Als een belegging een hoog stabiel rendement belooft voor een langere tijd, moet je argwanend zijn. Check. Vaak beloven fraudeurs je een nog hogere beloning als je rendementen opnieuw investeert, in plaats van deze op te nemen. Check. Ook als het 100 dagen vastzet, krijg je een hoger rendement. De fraudeur maakt vaak gebruik van een gelikte website met gekochte reclamefoto's en wervende teksten. Het lijkt daardoor te gaan op professionele organisatie. Dat is hier niet echt het geval. Dat moet ik eerlijk zijn. Dit is niet per se een check, maar mochten we gaan naar de site die promote... gelikte websites. Durf ik te twijfelen. Gekochte reclamefoto's. Nou, dat stadion. Nou, het zal wel gewoon genakt zijn. Niet per se gekocht, denk ik. 10 million loading. Money mindset motion. Dus voor de mensen die hier toch ingetrapt zijn en straks hun geld kwijt zijn, doe aangifte. Er wordt je verteld door Nick dat dit 100% veilig is, terwijl het is een scam. Je gaat je geld verliezen, 100.000% zeker. 100.000 miljard, miljoen, miljard, miljard, miljard procent zeker. Maar, aangezien je nu eindelijk een hoofd hebt achter de scam, namelijk Nick, kan je eindelijk iemand aansprakelijk stellen en misschien wil je geld terugkrijgen. Dan zal het misschien met de eerste 3 mensen lukken, want daarna is ook zijn potje op. Dan moet je waarschijnlijk het huis van zijn schoonhuis gaan verkopen om de rest van de mensen te kunnen betalen. Meld ponzi-fraude. Wil iemand dat u meedoet aan een beleggingsproduct waarbij een hoog rendement wordt beloofd? Check. Het kan zijn dat de sprake is van ponzi-fraude. Ja, check, 100%. Bij ponzi-fraude gebruikt de organisator inleg van nieuwe spelers om de winst van eerdere spelers uit te betalen. Check, dat is precies wat hier gebeurt. Als u weet dat uw rendement uit de inleg van nieuwe spelers komt, is het volgens de wet een piramidespel. Dat meldt u bij ons. Weet u dat niet? Meld u vermoeden van ponzi-fraude bij autoriteit financiële markten. Ik wilde eigenlijk nog gaan reageren op steenrijk, straatarm. Dat ga ik ook nog doen, maar dat wordt de volgende video. Want dit moet een losse video zijn, want mensen moeten dit gewoon weten. Trap je alsjeblieft niet in. Als iemand zegt je kan een % winst elke dag behalen, het is een scam en je gaat al je geld kwijtraken. Ik mag leiden naar deze video dat Nick zegt tegen iedereen die heeft geïnvesteerd van haal je geld eruit zo snel mogelijk, je gaat alles verliezen. Dat hij stopt met deze onzin. Zo niet, dan gaan al die mensen hun geld verliezen en gaat hij echt oprecht van iedereen een rechtszaak aan zijn broek krijgen. Maar nee, dan wist hij het niet. En het was echt bedoeld om te helpen. Maar dames en heren, ik wil u bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Zo ja, doe een duimpje omhoog. Nick, ik weet dat je kijkt. Jij vond dit waarschijnlijk niet zo'n leuke video. Maar dat interesseert mij geen dunner. Dames en heren, deze video nam een beetje een rare wending, maar wat ik heb gezien is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Ik was kwaad. Bedankt voor het kijken allemaal. Vergeet niet, CyberGhost VPN, link in mijn beschrijving. Via mijn link krijg je 33% korting. Kost maar 2 euro en 3 cent op een 2-jaren plan. Ik heb 4 maanden gratis. Download het nu.